Hallo allemaal, ik ben Chantal van Kawaii Wereld en vandaag ga ik je laten zien hoe je een ijsbeer tekent. Ik doe het met een dikke zwarte stift, maar je kunt het natuurlijk ook met een potlood doen. Laten we gaan beginnen door je twee ogen te tekenen. Daar gaan we twee cirkels voor maken. Die even groot zijn. En dan gaan we ook twee grote reflecties in tekenen. Twee kleine. En dan vullen we dit snel in. Je kunt hier ook even mee wachten tot je later alles inkleurt. Maar ik vind het wel makkelijk om het meteen te doen. Dan zie ik ook meteen waar ik ben. En wat ik precies moet doen. En als je wilt kun je dus altijd met potlood mee tekenen. Als je het zelf fijner vindt. In het midden gaan we hier de neus tekenen. En hieronder een klein mondje. Om het hoofd van ons ijsbeer te tekenen, ga ik hier beginnen ongeveer een beetje boven zijn oog. Trek ik een lijn hierheen. Doe twee plukjes haren maken. En dan gaat de lijn hier opzij. Voor zijn ene oor, die komt ongeveer op hoogte van zijn oog, terwijl zijn oog eindigt, dus ongeveer een puntje neerzetten. En ook hier doe ik dat eventjes, dat ik weet ongeveer waar ik moet zijn. Dezelfde hoogte. Dan teken ik hier een plukje haar. En dan gaan we met een bocht mee terug. De binnenkant van zijn oor. En dan gaat zo de bocht hier naar beneden. Ongeveer een stukje onder zijn mond. En aan deze kant gaan we hetzelfde doen. Dus we gaan een klein stukje hier in beginnen. Dus een plukje haar. En dan de bocht zo opzij. Binnenkant van zijn oor. Klein plukje haar. En de bocht zo naar beneden. Hier onderaan doen we twee plukjes haar maken. En ook aan deze zijde. En dan sluiten we dit zo dicht. Dan geef ik hem nog drie puntjes. Om de ijsbeer wit dus een klein beetje meer te geven. En dan kunnen we met zijn lijf beginnen. Ik begin hier aan deze kant aan zijn poot. Dus we gaan hier naar beneden toe. Een stukje bont weer. En dan gaat hij nog een keer naar beneden. En hieronder komt zo zijn voet. Dan komt de tweede voet hier. En gaat in een bocht naar beneden. Opzij. En weer terug. En dan kun je ook dit sluiten. Natuurlijk zijn buik. En vergeet niet op zijn poten te tekenen. Hier zie je nummer 2 natuurlijk. Hier zie je 3. Zijn buik eronder door. En hier zijn derde poot die je ziet. Dan ga ik hier zo'n lijf tekenen. Dus we beginnen ongeveer hier. Ja, terug naar beneden. Pluk je haar. En dan maak je de bocht dicht. En dan is je baby ijsbeer alweer klaar. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren. En zijn er nog andere leuke dingen die je wilt zien? Laat me het dan even weten onder in de comment achterlaten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Vergeet natuurlijk niet om je te... Oh. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en onthoud jongens, ben altijd creatief. Doei!